Ik loop hier in Nanninga's bos bij Seumhuizen. En ja, nou ja, hier zag ik eigenlijk al een otter al mooi op te wachten. Het verschil tussen, tussen de den. Dit is een spar. Dit is eigenlijk de boom die we met kerst in Huston hebben. En wie denkt allemaal, wie zingen o dennenboom, maar dat is natuurlijk hartstikke fout. Die mannen zeggen o sparreboom, kijk, dat is met die fine noden. En de noos, dat is die, kijk, dat is natuurlijk zo'n fine noden. Die noos, zo de grove den, dat is eigenlijk dus echt de den. En dat is een boom, die ligt een takje op de grond. En er liggen ook wat dennenappels. Die heeft een veel grovere structuur, kijk. Dit is de spar en dit is de grove den. Dus dit is echt de dennenboom, die is veel groter. Er zitten altijd twee op één stukje, twee takjes op één stukje, zo werkt het ongeveer. En de dennenappels van zo'n grove den, die zijn zo, en van de spar, die zijn zo. Dus er zit ook duidelijk verschil in. En dan weet die grove den nog iets moois, een keer zijn hoe oud of die is. Elke rondje takken is een joor, dus dit is een joor, dat is een joor, dat is een joor. De eerste vier joor zijn de meest afgeurd, omdat die boom wel vrij oud is. En als je dan zo een boom bakt met die boom, dan kom je zeker op 24, 30 joor uit. Wat de leeftijd is van die grove den. Wat zo mooi is hier in Nanninga's bos, dat er nou een beetje zo'n, ja, zo'n hele rustige sfeer is, een beetje mistig. Een beetje sprookjesachtig en dan keer weer zo. En die spinrag aan de boom. En dat is gewoon een mooi gezicht. Geweldig.